Ik zing mijn ballade op de Hobbemakade, op de Apollolaan en in de Jordaan. Het gaat over een meisje met een mond als een radijsie en een huid als de binnenkant van een banaan. Maar ze zou me nooit toebehoren, want ze had haar hartje verloren aan een rare ziel, een knaap in textiel. En ik greep de naast ik slemiel. Maar tijdens een teder tête-à-tête vermoordde hij koelbloedig la petite Juliette. Avec un couteau, dat hij op de keel wist te zetten. Het bloed liep door haar haar, over het blad van het dressoir, over de grond, onder de deur, sur le trottoir. Met een vieux agent de police kreeg die bloedvlek daar in de kniezen. Hij twijfelde midden in de plas of dat het bloed of tomatensoep was. Eerst stond hij nog paf, maar toen liep hij in draf als een dolle giraf op de telefoon af. Hallo? Hallo, 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 hallo? Hallo, monsieur le commissaris. Hallo, monsieur le commissaris. Kom alsjeblieft eens kijken of het waar is. Het lijkt precies of de rode zee bij mij daar op de boulevard is. De commissaris had er zo te zeggen helemaal geen trek in. Want door dit nachtelijke drama moest de man in zijn pyjama in zijn uniform dat in een ander vertrek hing. En met de 5x8 reed hij diep in de nacht naar de plaats waar de moord was bedreven. En toen hij het lijk liggen zag, dat op de grond te liggen lag, toen zag hij in één oogopslag deze dame liet het leven. Behoedzaam kwam hij nader en legde de hand op de dader en zei: heb jij dat geflikt, vader? De moordenaar kon niet anders dan deze misdaad beamen, want zijn vingerafdrukken zaten met bloed tegen de ramen. Hetzelfde mooie rode bloed van die dode dame. Enig 2 weken na zijn arrestatie weigerde me hem een beroep op cassatie en me gaf hem geen gratie. Ze gaven hem de straf die alle moordenaars verdienen. Ze maakten hem een kopje kleiner onder de guillotine.